overweging bij de lezingen van de derde zondag van de Advent, jaar B. Lieve vrienden, deze derde zondag van de Advent heeft al vele eeuwen lang de naam Zondag Gaudete. Die Latijnse naam Gaudete is het begin van de tekst uit 1 Thessalonicense die we in de tweede lezing horen. En die eventueel ook als een openingsgezang van de liturgie van vandaag kan worden gezongen. Wees altijd blij, bid zonder ophouden, dank God voor alles. Wees altijd blij, Gaudete semper. Dit zet gelijk de toon die de kerk al even kiest voor de derde Adventszondag. Namelijk het oproepen tot vreugde, tot dankbaarheid en gebed. En nogmaals, Paulus schreef, wees altijd blij, bid zonder ophouden, dank God voor alles. Het oproepen op de derde Adventszondag tot vreugde, tot dankbaarheid en gebed. Waarom? Omdat vreugde, dankbaarheid en gebed diepgang geven aan het christelijk leven. En zo worden we eraan herinnerd dat de verborgen aanwezigheid van de Heer ons altijd moet inspireren tot dankbaarheid. En tot de blijdschap van een breder gelovig perspectief dat door zal werken in alle aspecten van ons leven. De verborgen aanwezigheid van Christus leert ons ook in moeilijke tegenslagen uit te zien naar betere tijden, omdat de Heer ons niet zal vergeten. Zijn verborgen aanwezigheid in momenten van gebed en in de sacramenten geeft ons een houvast in dit bestaan. Maar omdat het zo gemakkelijk kan gebeuren, dat wij door alle drukte en zorgen van het dagelijks leven ongemerkt wegdrijven van de dingen van God, plaatst de kerk in het evangelie nogmaals, net als de vorige zondag, de krachtige, kritische persoon van Johannes het Doper voor ons. Dit is geen tegenstelling met het thema van vreugde en dankbaarheid. Integendeel, Johannes het Doper helpt ons om de diepere vreugde en dankbaarheid in ons leven te leren vinden. Want vaak hebben wij onze prioriteiten niet juist. En geven wij heel veel aandacht en energie aan oppervlakkige zaken. Dan verwaarlozen we de veel belangrijke, meer innerlijke zaken. Dat doet ons afdrijven van die innerlijke rust en de diepe geestelijke blijdschap waar wij allen behoefte aan hebben. De kritische prediking van Johannes de Doper herinnert ons eraan dat elke mens geregeld aan zelfreflectie moet doen om innerlijk te groeien. Zelfreflectie is nodig om te voorkomen dat we steeds maar geen goed zicht krijgen op de eigen tekorten of op een mogelijk onprettige manier van omgaan met anderen of op norsheid of op een vervelende manier van reageren wanneer anderen van mening verschillen met ons. Het is zo menselijk om steeds weer bij anderen de schuld te zoeken van wat er verkeerd gaat of voor de conflicten of spanningen waarbij je betrokken raakt. Zonder voldoende zelfreflectie zullen wij vaak anderen op een manier behandelen waarop wij zelf niet behandeld willen worden. Daarom is de bekering en zelfreflectie waartoe Johannes de Doper ons oproept zo belangrijk. Dat leidt tot groei en daardoor tot fijnere relaties, tot diepere harmonie en balans in onze persoon. En daardoor tot die vreugde en redenen tot dankbaarheid waar deze zondag Gaudete ons toe aanspoort. Deze zondag leest de kerk niet uit het evangelie van Marcus, zoals wij in dit nieuwe kerkelijk jaar B mee zal doen. Vandaag horen we wat het evangelie van Johannes ons vertelt over Johannes de Doper. Een belangrijk punt van de prediking van Johannes de Doper dat het Johannes-evangelie heeft vastgelegd
en dat we niet vinden in de drie andere evangelies, is zijn opmerking: ik doop met water, maar midden onder u staat hij die gij niet kent. Hier wil ik even bij stilstaan. Johannes zegt dus dat de Verlosser reeds midden onder ons kan zijn, vaak zonder dat wij ons van zijn aanwezigheid bewust zijn. Dat gold niet alleen voor de mensen die toen in grote getalen bij Johannes de Doper waren. De aanwezigheid van de Verlosser en de wijze waarop de Heer wel of niet werkt, kan voor ons allen geregeld moeilijk zijn om te begrijpen. Het geloof in de Verlosser, waartoe Johannes oproept, is daardoor lang niet altijd eenvoudig. Hij zelf heeft hiermee ook geworsteld. Toen Johannes de Doper in de gevangenis was, omwille van zijn kritiek op de levensstijl van koning Herodes Philippus, heeft hij zich op een gegeven moment in de gevangenis afgevraagd waarom Jezus niet handelde zoals Johannes had verwacht van hem. Johannes, net als wij en net als iedere gelovige, had zijn eigen verwachtingen ten aanzien van Jezus. Maar Gods wegen zijn soms zo anders dan onze verwachtingen, dat wij soms in eerlijkheid moeten toegeven dat wij soms zijn gaan twijfelen. Of dat ons vroegere enthousiasme voor de dingen van God was weggezakt. Of dat wij merken dat het gebed meer op de achtergrond van ons leven is geraakt. Midden onder u staat hij die gij niet kent. Advent is een tijd van verwachting en uitzien naar Kerstmis. De kerk herinnert ons eraan dat Kerst niet alleen het gedenken is van de geboorte van Christus eens 2000 jaar geleden, maar vooral het vieren van zijn komst in ons leven, in onze hoop, in onze kijk op wat wij wel of niet zullen doen in het omgaan met anderen en met de samenleving. De komst van Jezus zal vaak verborgen zijn voor onze ogen. En toch weten wij dat Hij wel degelijk over ons waakt. Toch voelen wij, wanneer wij het goede en het barmhartige doen, iets van zijn kracht. In liefde en de goedheid, ook of misschien juist in de harde realiteiten van het mensenbestaan, daar worden wij steeds meer gedragen door de kracht die Hij geeft, de kracht die Hij is. En de dankbaarheid en het gebed maken ons daar steeds meer van bewust. Door God steeds in het gebed te danken, worden we sterker in ons geloof. Dan worden we geduldiger en zachtmoediger in ons omgaan met de medemens. Laten we daarom in deze laatste helft van de Advent extra aandacht schenken aan die woorden van Paulus die het thema vormen van deze zondag. Wees altijd blij. Bid zonder ophouden. Dank God voor alles. God bless you.